Bewoners van twee straten in Neder-Rasselt hebben verbaasd gereageerd op een brief die ze in de bus kregen. Eigenaren van stukken grond gelegen aan de Maas hebben in de brief laten weten dat er plannen zijn om windmolens voorbij de Maasdijk te plaatsen. De buurtbewoners zijn minder enthousiast dan de landeigenaren. Ze zijn bang voor geluidsoverlast en vinden dat de windmolens hun uitzicht verpest. Ook zijn ze verbaasd over de hoge vergoeding die de boeren krijgen voor het plaatsen van de windmolens op hun grond. Die vergoeding zou tot in de tienduizenden euro's per jaar lopen. Verder komen er ook boze reacties van de andere kant van de rivier. Inwoners van Graven zijn niet op de hoogte gebracht van de plannen, terwijl ze wel uitzicht hebben op de oever waar de windturbines moeten komen. De dorpsraad van Neder-Rasselt gaat binnenkort in overleg over het besluit. Is dit hoe het zweefvliegveld in Malder over een paar jaar uitziet? In 2019 moeten er bijna 5 keer zoveel vliegtuigen landen opstijgen vanaf Lelystad Airport. Dat lijkt misschien ver weg, maar het heeft ook gevolgen voor de regio. Vliegtuigen die uit het zuiden komen beginnen al vroeg met landen. Zo vliegen de toestellen boven Nijmegen al een stuk lager dan de 7 tot 11 kilometer die ze maximaal halen. Dit zou geluidsoverlast tot gevolg kunnen hebben en er is milieuvervuiling. Maar het betekent ook dat er veel minder gevlogen mag worden vanaf zweefvliegveld Terlet bij Arnhem. Of er ook beperkingen opgelegd gaan worden aan het zweefvliegveld in Malden is nog niet zeker. Maar de regio lijkt er sowieso iets van te gaan merken. De nieuwe Holleweg tussen Bergendal en Beek is van 18 tot en met 27 september overdag afgesloten voor al het verkeer. De muur langs de weg in het bovenste gedeelte is door ouderdom gebarsten en moet worden gerepareerd om grotere schade te voorkomen. 'S Avonds en in het weekend is de weg wel vrij toegankelijk.